I know you're gonna dig this. Freestyle Friday. Oh, yeah. Check it out, y'all. With poetic justice. Poetic justice. And it goes a little something like this. Voor de zoveelste keer denk ik weer fuck Chris. Ik ben in Rotterdam, ik ben opeens een stadsgids. Ik sta op Centraal Station te wachten op een paar toeristen die waarschijnlijk door de gemiddelde motherfucker daar worden gedist. Ze worden overvallen, neergeknallen. Mensen nemen ze mee voor hoeren, 100 euro ballen. Ze kosten maar 50 en ze pakken zelf de helft. Maar goed, ze hebben alleen deze motherfucker hier besteld. Hallo, ik ben Klopdok, vertel over de stad. Het waren Chinezen, hij had geen flauw idee waar ik het over had. Hij zei, Jin San Soon, Jin San San, Jin San Soon. Ik zei, ik weet geen motherfucker wat ze doen. Dus ik denk, ik loop maar lekker naar de Blaak. Interesseert de Blaak, maar verder geen flikken. Maar Chinezen zie ik er vaak. Ik denk, waarschijnlijk vinden Chinezen dat allemaal leuk. Die motherfucker staat ongeïnteresseerd met de peuk. Hij zegt, zou onbango, tango sangana. En ik weet niet wat hij zei, dus ik lulde die gozer na. Maar had ik het toen over die andere gasten ma. Oftewel, ze gingen me allemaal in het Chinees slaan. Ze kenden kung fu, ik ken een beetje jiu-jitsu. Maar hun waren net pitbulls en ik voelde me net een shih tzu. Ik ga het me weggeven, ik zeg ik geef het op. Deze stadsgids is geen leuke baan voor Klopdok. Maar ze zeggen, nee Klopdok, je hebt een contract. Je hebt hem zelf onder betekende, dat betekent dat je bent gevakt. Je kan niet meer stoppen, je kan geen ontslag gaan nemen. Dus neem de tram en ik stop. Daar weer met mijn beide benen. De volgende groep toeristen die kwamen uit Amsterdam. Dat is een stad waar Klop niet echt heel vaak niet kwam. Ik kwam er wel toen ik 15 was. Om uit te zuipen, dingen te gebruiken. Aan vreemde dingen ruiken. Gekke gebruiken van die Amsterdammers kijken. Beetje kijken naar hoeren. Beetje kijken naar lijken. Beetje kijken naar hoe studenten tegen de muur staan te zeiken. Dit is Klop toch? En ik hoop dat jullie maar genieten kijken.